Schetst jouw muziek in het algemeen een beeld van de persoon die jij bent? Hoe jij in het leven staat? Ik denk dat mijn muziek meer een beeld hebt van de wereld waarin ik mij bevind. Okay. Maar dat misschien wel vanuit, vaak vanuit mijn standpunt. En als er dan bepaalde dingen zijn waar ik mijn standpunt niet belangrijk vind, dan neem ik ook geen standpunt in. Ja, oké. Okay. En is je muziek inhoudelijk erg, ben je persoonlijk erg veranderd? Als je het vergelijkt met 10 jaar geleden. 10 jaar geleden kwam je eerste plaat uit. Ja. De persoon die jij toen was. Ja. En als je die vergelijkt met wie je nu bent. Goh, ik denk dat ik weinig en veel veranderd ben. In die zin dat ik denk dat ik dezelfde persoon ben, maar ik denk dat ik wat wijzer geworden ben door de tijd. Dat ik wat rustiger geworden ben. En dat ik een klaardere kijk heb op de zaak. Ik denk, als je eerste plaat maakt, eigenlijk zei je ambitieus. In die zin dat je nog dat idee hebt dat je wel indruk maakt. Ja. Wat eigenlijk, nu gezien vind ik dat je compleet idioot. Een plaat dient niet om indruk te maken, eigenlijk. Wat is het doel van een plaat nou voor je? Ik denk gewoon eigenlijk om te ontroeren. Ontroeren? Ja. Ja. Om te bestaan eigenlijk, om op een menselijke manier deel uit te maken van iemands leven, iemand die daarvoor kiest wordt, van iemand die daardoor aangesproken voelt. Ja. Het dient niet om te imponeren. Nee. Het gaat jou puur om schoonheid. Ja. Zoiets. Ja. Oké. Okay. Ik had ergens gelezen dat je hebt gezegd dat de Soft Machine, je nieuwe plaat, een muzikale periode afsluit. Ja, misschien wel. Misschien wel en ook misschien ook niet. Ja. Oké, maar wat bedoel je daarmee? Goh, ik bedoel daarmee eigenlijk dat ik heb zo'n beetje mijn eigen stijl ontwikkeld. Ja. En dat is zo'n stijl die natuurlijk staat en valt met veel elementen van andere stijlen en van alles dat mij ooit beïnvloed heeft. En dat ik daar voor mezelf het gevoel van heb dat ik waarschijnlijk nu de meest pure vorm gevonden heb mijn soort stijl. Ja. Oké. Okay. Ja, en ik denk dat dat ook de reden is, maar dat was, sommige mensen vinden dat die plaat voor toegankelijker is dan mijn vorige plaat. Ze is niet eenvoudiger, ik denk dat ze complexer is dan mijn vorige plaat, eigenlijk. Maar ze is wel toegankelijker en ik denk dat dat vooral komt omdat ze natuurlijker is. Ja. En ik denk net daarom dat ik die natuurlijke vorm alleen gevonden heb. Ja. En heb je al enig idee wat voor nieuwe wegen je wilt inslaan dan? Oh, ik heb verschillende ideeën over dingen dat ik nog zou willen doen. Maar wanneer ik ze doe, is... Nu was het ook zo, alleen met de Soft Machine oorspronkelijk had ik een ander idee over welke plaat ik ging maken. Ah ja, wat was dat idee? Ik ging normaal een danceplaat maken, eigenlijk. Een danceplaat? Ja. Maar dat alleen op mijn manier, hè. Dus op de manier waarop ik voor mij van spelen popmuziek maak, eigenlijk op zo'n manier. Ja. En ik had ook een akoestische gitaarplaat voorbereid. Maar ik moest het gevoel hebben van, ja, maar is dat nu iets, moet ik dat nu doen? En het Soft Machine, zo noem ik zo voor mezelf als mijn Roxy Music plaat. Je Roxy Music plaat? Mijn Flesh and Blood plaat, weet alleen. Dat is ook zoiets dat ik al een tijdje mee heb. En plots had ik het idee van, weet alleen, ik moet gewoon die Flesh and Blood plaat nu maken. Het gevoel voor jou roept deze de Soft Machine Flesh and Blood op. Maar Roxy Music was voor mij toen ik jong was. Ja, oké. Okay.